We zijn hier nu op de Contacta, een fantastische beurs. Het is alweer dag 2 van de Contacta. Die is in volle gang en er wordt niet alleen heel veel genetwerkt hier. Je kunt ook luisteren naar interessante lezingen van allemaal mensen die ondernemend Zeeland iets bij proberen te brengen. Zo ook Lieneke de Wolf, zij vertelt iets over internetondernemen. Uit onderzoek is gebleken dat Zeeland achterblijft bij de rest van Nederland. Dus ja, er is werk aan de winkel om het zo maar te zeggen. En wat moeten die Zeeuwse ondernemers dan gaan doen? Nou, ze moeten in ieder geval online aanwezig zijn. Want uit datzelfde onderzoek is ook gebleken dat heel veel winkels, bedrijven nog te weinig online presence hebben, zoals we dat dan zeggen. En ze moeten natuurlijk kijken wat de mogelijkheden zijn online. Want voor een winkel ligt dat weer heel anders dan bijvoorbeeld voor een technisch bedrijf. Maar voor allebei en eigenlijk voor alle branches is het heel erg van belang om online aanwezig te zijn en daar ja, ook je bedrijfsdoelen aan te koppelen. For a better day. Vorig jaar bezochten maar liefst 23.500 mensen de Contacta. 23.500 mensen, wat doen al die mensen hier? Komen ze om te zien of komen ze om gezien te worden? Ja, dat weet ik ook niet. Allebei, denk ik. Ja, dat kan niet. Jawel, dat kan wel. Eén ding is belangrijker. Nou, het is vooral eigenlijk gezien worden. Zien. Gezien worden. Ja, daar staan we hier weer op de beurs, al voor de 29e keer, om gezien te worden. Maar als ik zo naar u kijk, dan denk ik gezien worden. Ja, dat klopt. Maar ja, als je wil zien, dan moet je ook gezien worden. En dat lukt wel in zo'n pak. Nou, gezien worden, we willen opvallen, nee. Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat is belangrijk, hè. Opvallen. Ja. Wij hebben deze muis vanochtend gevangen. En we willen graag laten zien wat we daar verder mee doen. En kan die eigenlijk wel wat zien? Ja, dat lukt dus wel. Ah, yeah. Toch ook een beetje zien? Ja, ook een beetje zien, ja. Ik denk dat toch wel veel mensen kijken. Naar ons kijken, ja. Niet gezien worden, nee. Snel doorlopen dan. Dat is gek, hè? Jeetje. Oh, kijk achter je dan. Of naast je. Ook familiebedrijven zijn volop aanwezig hier op de beurs. En niet gek als je bedenkt dat 85% van de MKB-bedrijven in Zeeland een familiebedrijf is. Zoals Paré BV uit Zeerehoek. Welkom bij Paré BV Elektrotelecom in Zeerehoek. Het bedrijf is opgericht in 1930 door mijn opa. En zelf ben ik derde generatie in het bedrijf. Kom verder kijken. Paré BV neemt de kracht van connecties erg letterlijk. In de jaren 30 van de vorige eeuw startte Pieters opa een bedrijf dat installaties zoals stopcontacten aanlegde bij particulieren. Aangezien vandaag de dag elektrotechniek niet meer weg te denken is in de samenleving, is het bedrijf explosief gegroeid. In uitvindingen en omzet, Paré BV is goed voor zo'n 20 miljoen per jaar. Nou, we hebben 150 mensen in dienst en ook allemaal mensen die wonen in Zeeland. Dus wat dat betreft bieden we een stuk werkgelegenheid. En ja, zorg ook wel goed voor onze klanten in Zeeland op deze manier. En onder die 150 medewerkers, dus familieleden zoals de vrouw van Pieter en zijn nichtje op de afdeling P&O. Maar ook volop techneuten, 3D-tekenaars en programmeurs. Die van alles maken voor de industrie, bijvoorbeeld frietfabrieken, die laten zich graag bedienen door Paré BV. Ik werk aan een besturing voor een afdeling uit een frietfabriek. En dit is een afdeling waar de aardappels gewassen worden. En via het computerscherm kan je hier zo componenten aan- en uitzetten, of motoren starten en zulke soort zaken. En die besturingskasten worden 2 verdiepingen lager in de werkplaats gebouwd. En ook een elektrotechnisch bedrijf moet meegaan met de huidige innovaties. Voorheen deden we alles zelf, boren, tappen, frezen. Daarvoor hebben we een machine aangeschaft die alles automatisch doet.
Met een druk op de knop worden de panelen volautomatisch bewerkt. Voor ons is de contacten van groot belang om weer eens even bij te praten met onze klanten. Waar ze mee bezig zijn en dat wij hun ook kunnen vertellen wat de nieuwste ontwikkelingen zijn op het gebied van techniek. Sommige ondernemers doen werkelijk waar alles om op te vallen hier op de beurs. Bijvoorbeeld Bram Saman uit Waarden. Wat doet die boom hier? Er wordt een zaag verloot. Die hebben we in de boom gehangen. Bezoekers kunnen hier gewoon een loodje ondertekenen en die breng ik naar boven toe. En één keer per dag trek ik een loodje boven uit de boom en dan is er een gelukkige winnaar.